Jan Joost was the first supporter to renew his season ticket this season. Justin, as our number one, can you visit him? Ja, 1 over 10 heeft hij zijn seizoenskaart verlengd en dat zegt wel iets over zijn loyaliteit. En daarom wou ik graag de eerste seizoenskaart ook aan hem geven. Hey, goeiedag. Goeiedag. Jan Joost? Yes. Je bent als eerste Feyenoord die zijn seizoenskaart hebt verlengd. En ja, dat is toch een teken van loyaliteit. En ja, namens heel de selectie willen we jouw seizoenskaart vergoeden. Ik mag hem niet geven. Zo, nee. Dus ik wil hem moeten op de grond leggen. Ja, nou, hartstikke. Nou, dat is helemaal een verrassing. Alsjeblieft. Ja. Dus, nou, echt, ja, ik ben echt helemaal verrast. Ik doe het graag. Ik zat al tijden te kijken van goh, wanneer kunnen we hem verlengen. Ja. Allereerst natuurlijk om de club te steunen. Jullie hebben wat in moeten leveren. En dan kunnen wij als supporters, is dat wel het minste wat we kunnen doen. Ik voel me echt net een klein kind. Echt super mooi gebaar dat dit vanuit de spelers komt. Het is gewoon heel bijzonder dat zij meedenken met de supporters. En zo zie je maar weer dat Feyenoord de club van de spelers en echte supporters is. Hartstikke bedankt. Het is echt, ja. En jullie ook bedankt. Laten we hopen dat ik snel weer achter jou kan staan. Ja, ik zit achter de korte zijde. Ja, normaal is het een heel ritueel, hè. 'S ochtends wakker worden, even snel broodjes en hup in de auto. Want ja, we komen uit Harderwijk, dus we moeten al vroeg weg. En ja, dat mis je nu gewoon. En gewoon weer om in de Kuip te zitten, dat gevoel dat wil ik graag weer zo snel mogelijk ervaren.